Dag, kijkers. Hier Hendrik weer met iets over scheikunde. Ja. De bouwsteen van alle stof om ons heen is wat betreft scheikundigen en scheikundige ingenieurs, is het element. Scheikundig element. En kleiner gaan we niet, want dan zitten we in de kernfysica. De natuurkunde die zich bezighoudt met kernreacties en nucleaire reacties, dat soort dingen. Doen we niet. Er is wel wat over te zeggen en er is gelukkig, tijden terug, is er een keer een poster gecreëerd. Het is eigenlijk een systeem, heet dat. Dat noemen we het periodiek systeem der elementen. En die heb je misschien wel eens een keertje in een scheikundelokaal zien hangen aan de wand. Daar kun je namelijk een heleboel informatie uit halen. Hier zien we ze allemaal. En deze heeft er 118. Dat zal ik nog even uitleggen. De allereerste is waterstof. Dat is de lichtste. Die heeft een kern met één proton en daar draait een elektron omheen. En daar kunnen alle reacties mee plaatsvinden. Daar kan er nog een neutron bij. Dan heet het zwaar waterstof. En nog steeds één elektron eromheen. En er kan nog een neutron erbij, maar dan wordt het radioactief. Dan wordt het tritium. Dat is radioactief waterstof. Je kunt ook een proton in de kern erbij doen. Dan krijg je weer een elektron erbij. En dan zit je bij helium. Dat is een edelgas. Dat reageert niet. En naarmate je dus steeds meer in de kern bij doet, protonen en neutronen, wordt het element ook zwaarder. Lood bijvoorbeeld zit helemaal hier. Op nummer 82. En uranium zit op nummer 92. Nog zwaarder. Zo gaat het door. Deze hier, die ik van de HTS heb, laat ook zonder kleur, dus in het wit in feite, de synthetische elementen zien. Synthetische elementen, dat zijn elementen die niet in de natuur voorkomen. Die kunnen in een laboratorium worden gemaakt door kernfysici bijvoorbeeld. En dan zijn ze heel blij, die wetenschappers. Want dan hebben ze dus voor een fractie van een seconde hebben ze zo'n element gemaakt. En dat valt dan ook direct ook weer uit elkaar. Maar daar worden ze blij van. Goed. Die komen we nooit tegen dus. Goed. Waar ik nou tegenaan loop, is regelmatig zie je in de natuurvoeding en zo, hebben ze het over bijvoorbeeld Himalaya zout. Er zitten 84 mineralen in. Sowieso. Daar hebben ze het natuurlijk niet over mineralen zoals deze steen die met een hondentand calciet. Daar gaat het niet over. Die mineralen waar we het hier over hebben, zijn nodig als voedingsstoffen. We hebben vitamine en we hebben mineralen. Die. Maar als je dit kaart. Ik voel me altijd af, hoe komen ze aan die 84 nou? Als we hier naar kijken, komen we eruit. Nou, op het begin al die synthetische elementen, die vallen allemaal af. Hier hebben we er 12. Hier hebben we er 15. Hier staat er nog één, technetium. Die bestaan niet, dus die kunnen ze nooit als in onze voeding terugvinden. Vergeet het maar. Wat ze ook niet in onze voeding terug kunnen vinden, zijn de edelgassen. Want die reageren in principe niet ergens mee en het zijn gassen. Dus die kom je niet tegen. Dat zijn er 6. Als je dat aftrekt van die 118 die hier op deze kaart staan, dan kom je uit op... Tadaa, 84. Dus de volgende keer dat iemand zegt van, joh, er zitten er 84 mineralen in, moet je vragen van, oh, bedoelt u dan ook, want daar komt het dan op neer, bedoelt u ook kwik? Dat hoef ik niet. Of thallium, dat is rattengif, dat hoef ik ook niet. Of wolfraam, zit ik ook niet op te wachten. Uranium. Ook niet. Arsen, aluminium, beryllium. Liever niet. Dus
Leg ze het vuur maar aan de schenen wanneer ze met dit soort stomzinnige uitspraken komen. Laat ze maar zien wie de verstand heeft van scheikunde. Voorlopig jij. Bedankt voor het kijken, kijker. En nogmaals, geloof niets en onderzoek het vooral zelf.